Ja, ik had het in de serie over repeater techniek, over controllers. En hoe ziet zo'n ding eruit? Nu, dit is zo'n controller. Dit is die van ICS-CTRL.com. Dit is de standaardversie, de eenvoudigste versie die ze leveren. Maar die heeft al een aantal aardige dingen aan boord. Alleen wat er niet in zit is CTCSS. Dat moet je bij veel van deze dingen extra bijkopen. Maar die potmetertjes die zijn allemaal voor de timing, voor wat volumeinstellingen. De aansluiting die is tamelijk traditioneel met een RS-232. En daar zitten al die poorten op die ik ook in de serie genoemd had. Hè. Dus het audio in en uit, de PTT-besturing uit en de sequelsbesturing in. Dit ding heeft geen spraak, alleen een morse callgever. En deze wordt helemaal geprogrammeerd via DTMF. Ik zat even te denken. Eén van tweeën die heeft die extra ontvanger aansluiting. Volgens mij is dat deze. Maar het kan ook zijn dat het de andere controller is die ik ook heb. Maar deze is volgens mij via een extra frequentie. Deze heeft dus een extra ontvanger ingang. Voor alleen de DTMF. En die, op die manier kun je hem besturen zonder dat dat via de repeater ingang zelf gaat. Hè. Ja, dit is de tweede controller. Dit is die van NHRC.net, duidelijk een wat uitgebreider apparaat. Hier zit flashgeheugen in als identificatie, dus je kunt de roepletters zelf inspreken en die spreekt hij dan zo uit. Je kunt daar meerdere registers van volspreken. In plaats daarvan kan deze controller ook als papegaai-repeater werken. Hij heeft dan 2 minuten tijd volgens mij om in te spreken. En dan gebruikt hij dat volledige flashgeheugen wat hij anders was, identificatie gebruikt. Op een klein stukje voor identificatie na, dacht ik, gebruikt hij dan het hele geheugen voor die papegaai-repeater, voor die tekst. Hij onthoudt verder niks, dus op het moment dat de tekst eruit is, dan wordt het ook weer gewist. Maar goed, het is leuk dat, dat deze dit kan. Ja, dit is gewoon een stuk uitgebreider. Je ziet ook dat er meer potmetertjes zitten. Er zit een wat andere connector op. Ja, printjes. Dit andere printje, dat was denk ik 6 bij, nou, ik moet schatten 6 of 7 bij 6 centimeter. En deze is 8 bij 10, als ik hem zo schat. Dit zijn oude ontwerpen. Dit zijn dus die ontwerpen die populair zijn, omdat ze goed bestand zijn tegen statische ontladingen, bijvoorbeeld bij bliksem. Hè. Deze dingen die blijven het altijd doen. En dat maakt dat ze nog steeds verkocht worden, ondanks dat het een ontwerp is uit eind jaren 70, begin jaren 80 waarschijnlijk. Hoewel deze is volgens mij wel wat nieuwer met dat flashgeheugen, want dat was er toen nog niet. Hè? Maar die ICS-CTRL die is duidelijk nog uit die tijd. Dat is echt een wat traditioneel apparaat. Hier is hier inderdaad een keer een nieuwe voor gekomen. Hier was een voorloper van, die had een spraaksynthesizer aan boord in plaats van dat flashgeheugen. Maar die spraakchip die was op een gegeven moment niet meer leverbaar. Dus is er toen een opvolger gekomen, zo was het inderdaad. Er zijn veel duurdere. Er zijn nog wel meer goedkoper hoor. Er zijn nog wel clubs in. Er is een club in Brazilië die verkoopt nog een goedkope controller. In Australië heb je meerdere partijen die goedkope controllers verkopen. En daarnaast heb je in de VS een aantal hele dure. Van het amateursegment tot aan professioneel. En die wat duurdere die hebben bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om meerdere repeaters aan elkaar te linken. Door middel van die controllers. Dat gaat dan via IRLP of via een extra verbinding via de ether. En dat kunnen die dingen ook allemaal. Hè? Maar dat zijn dan wel hele dure. En dan moet je dus om meerdere repeaters te gebruiken ook meerdere van die dure controllers kopen. En je zit toch al gauw aan, bij sommigen zit je al gauw aan de $400-$500 vast. En er zijn diverse controllers die nou tussen de 1200 en de 1500 zitten. En niet allemaal hebben ze heel veel meer mogelijkheden dan deze. Terwijl dit toch wel als solide bekendstaande ontwerpen zijn. Hè?